Dames en heren, dan concludeer ik dat de voltallige raad van de gemeente Haarlem zich verheugt in het voorspoedig herstel van de prins gemaal. Er wordt een daartoe strekkend telegram aan onze geliefde vorstin gezonden. En dan sluit ik daarmee de vergadering. Je hoeft daar toch niet flauw over te doen? Dat begrijp ik niet. Dus als ik het opschrijf, zou je niet ontkennen? Toch? Je hebt niet meer te zeggen, maar dat is toch flauw? Ik bedoel, daar gaat het toch helemaal niet om? Burgemeester, zo karakterloos kan de Partij van Arbeid toch niet zijn dat het college alsnog omgaat. Fijn, u moet niet zeuren. Het college, althans de burgemeester, gaat niet straks om, maar nu meteen in het café om de laatste motie weg te spoelen. Ik zie u in het café. Ga mee, Monique. Bram, ga je mee? Ik ben de perscommuniqué nog opstellen. Ik moet morgenochtend vroeg op het net. Heel goed, Bram. Iemand moet over de gemeente waken, zodat wij rustig kunnen gaan slapen tot mei 4. Zie je wel dat ze je gevraagd hebben? De heren van de BVD. Heren, welkom. Benmans. Van Dam. Benmans. Jodorow. Gaat u zitten. Dank u. Heren, ik heb 10 minuutjes voor u. Dan moet ik naar een commissievergadering. Dan zal ik meteen maar to the point komen. Uw gemeente telt 5.238 Turken, burgemeester. Hardwerkende mensen die niets liever willen dan dat de verstandhouding met hun Nederlandse stadsgenoten goed is en blijft. Op dit moment verblijft er hier in het asielzoekerscentrum van de Ripperda-kazerne een vooraanstaand lid van deze organisatie, de heer Aziz Aydin. Via onze mensen hier, burgemeester, begrijpen wij dat er grote onrust heerst onder de Turkse gemeenschap. De heer Aziz is hier namelijk niet zozeer uit politieke motieven, die u en wij zouden respecteren. Hij wordt verdacht van medeplichtigheid aan de moord op tenminste 2 hoge Turkse militairen. Ik begrijp totaal niet waar u heen wilt. Aziz, burgemeester, heeft hier als advocate voor zijn verzoek tot asiel mevrouw Pols toegewezen gekregen. Wie is Pols? De vrouw van een van uw ambtenaren. Nou, wij begrijpen staat haar man op de nominatie om hoofdvoorlichting van uw gemeente te worden. Ongetwijfeld wilt u een zo optimaal mogelijke relatie met uw medelanders in de gemeente, meneer Venmans. Deze protestlijsten van uw Turkse inwoners tegen het verblijf van de heer Aziz werden op ons departement bezorgd. Het is vanzelfsprekend verre van ons om als departement ook maar enige bemoeienis met uw gemeente te hebben. Even vanzelfsprekend is het dat u dergelijke acties voor kennisgeving aan zult nemen en niet meer dan dat. Meneer Aziz heeft natuurlijk als elk ander recht op rechtsbescherming. Iets anders is natuurlijk de potentiële belangenverstrengeling die zou kunnen optreden in geval van het echtpaar Pols. Is dat alles, heren? Voor dit moment wel. Dan geloof ik dat wij uitgesproken zijn. Mag ik nog even een telefoontje plegen? Met Van Dam. Wilt u mij doorverbinden met de staatssecretaris? Venmans. Jezus, Bram. Ik steek mijn nek voor je uit. Ik trotseer 2,5 garen van de BVD. Ik word door een staatssecretaris bedreigd met het intrekken van de subsidie voor de woningbouwvereniging. En dan kom je doodleuk binnenlopen en zegt dat je die baan niet wil. Ik vind het erg aardig van je, Koos. Werkelijk waar, maar het heeft er niks mee te maken. Waarmee dan wel? Oh, sorry. Alles goed thuis? In ieder geval, bedankt. Kan niet eigenlijk allemaal wel aan? In het belang van de staat. Wat een smeerlapperij. Koos. Ja.